Ilias, hoe voelde dat? Je eerste doelpunt van FC Groningen. Ja, super goed. Ik heb lang gewacht, super lang gewacht om een goal van assist te maken. En het is vandaag eindelijk gebeurd. En ik heb ook al tegen de jongens gezegd, ik heb gewoon een boost nodig, weet je. Iets waardoor ik vertrouwen weer krijg en alles kan geven. En een goal zou je daar zeker mee helpen. Dus ik hoop dat ik vanaf nu meer goals of meer assisten kan geven. Ja, ik zag dat vertrouwen, dat meer vertrouwen al een beetje terug naar je doelpunt. Ja, dan ga je meer de ballen opeisen en dan wil je het spel maken. Aan de andere kant, dat is wel altijd wat bij mij heeft gepast. Om veel meer aan de bal te komen. En op linksbuiten, hoe wij spelen, is wat moeilijker om vrij te komen. En later ging ik op links, laat me zeggen, verdedigend middenveld spelen. Ja, dan kan je alle ballen opeisen en dat heb ik gelukkig ook gedaan. En op een gegeven moment, einde van de wedstrijd, voelde ik mijn kuit al vol worden. Dan ben ik ook niet zo iemand die dan door wil gaan. Dan geef ik het gewoon over aan een ander die het verschil dan kan maken. En dat heb ik uiteindelijk gedaan. En gelukkig 3-2. En heb je die 3 punten hier gehaald. Ruim 80 minuten gespeeld. Dat is ook wel eens lekker, denk ik. Ja, ik voelde me al in de eerste helft dat ik dacht van, ik ben weer fit, ik voel niks. En in de rust, prima, trainen vroeger gaat het, nou gaat goed. En eigenlijk tweede helft, pas tot de 80ste minuut, dat ik dacht van, nu voel ik hem. En ik zou ook nog door kunnen gaan, alleen dan ben ik bang dat ik de team daar niet mee kan helpen, omdat je niet 100% kan geven. En dan nogmaals vind ik het ook niet erg om een stokje aan een andere te geven die het verschil kan maken. Ja, 3-2 winnen jullie. Maar eigenlijk hadden jullie de wedstrijd in de tweede helft eerder moeten beslissen. Ja, maar ik vind ook dat we niet hebben laten zien wat we normaal gesproken kunnen laten zien. Hoor. Dat was gewoon helemaal geen goede wedstrijd voor ons kant. Je ziet alleen wel dat bij Vlagen, als we echt als team werken, ja, dan kan VVV heel moeilijk voetballen en dan hebben we heel snel de bal. Alleen aan de andere kant, dit zijn ook wedstrijden, dat weet je tegen VVV, die spelen heel stug. Je kan moeilijk aan voetballen toekomen, dus dan is het misschien minder voetbal beter, maar als je maar gewoon 3 punten houdt. En dat hebben we dan gedaan. En we staan op plek 8 en als je dat een paar maanden geleden zei tegen een Groningen supporter, dan had hij denk ik voor gek verklaard. Of tenminste op straat en nu is het de realiteit. Dus nu kunnen we eindelijk stiekem naar boven kijken.